Dit is een paard. En dit is een mens. Ze kunnen beide rennen. Maar wat is nu precies het verschil tussen hun manier van bewegen? Je kan het op twee manieren zien. Het getal van Fraud is er één van. Met het getal van Fraud kun je de bewegingen van mens en dier heel goed met elkaar vergelijken onder dezelfde omstandigheden. Dat kun je doen door deze formule. De V moet veekverlaat zijn. Je hebt hiervoor nodig de lengte van een been, de snelheid van beide dieren en als laatste de gravitatiekracht van de aarde. Als je een sprintend mens neemt, kom je uit op een getal van 4,06 en bij een galopperend paard kom je uit op 2,95. Hoe dichter de getallen bij elkaar liggen, hoe meer de bewegingen overeenkomen en hoe hoger de getallen, hoe sneller ze zijn. Het kleine verschil is er omdat een sprintend mens sneller is dan een galopperend paard en de lengte van de benen van een paard groter zijn dan die van een mens. De gravitatiekracht blijft namelijk hetzelfde. Je kan het verschil ook goed zien in een lokmodel. In een lokmodel kun je goed de beweging zien van organismen en het op die manier met elkaar vergelijken. Dit is het lokmodel van een paard. Nog één keer. En dit van een mens. Nog één keer. De conclusie. Het verschil tussen een mens en een paard is dus niet groot. Het verschil zie je in het aantal benen en de lengte. Een paard heeft 2 keer zoveel benen en is daardoor op de lange termijn veel sneller dan een mens. Het getal van een mens is op lange termijn ook veel lager, omdat mensen niet lang kunnen sprinten. Bedankt voor het kijken.